Dames en heren, dit is de vierde aflevering van de Betweters van dit seizoen. We kijken vooruit naar de wedstrijden van de vijfde speeldag in de hoogste klasse van de Belgische voetbalcompetitie. Ik sta hier op de oefenvelden van de Koninklijke AA Gent. En onze supergast vandaag is... Ik overloop de pronostieken van vorige week, te beginnen met de mijne. En ik zit hier bij een man. Specialiseerd in het vak, 3 jaar de Betweters gedaan, Gunter Schepens. Ik had bij Standaard Kortrijk een 1 gezet, dat is ook een eentje geworden. Sint-Truiden-Lokeren had ik een 1 voorzien, omdat ik verwachtte dat Sint-Truiden het zou halen. Zulte-Waregem-Club Brugge, ik had een gelijkspel voorzien, het is ook een gelijkspel geworden. Vind ik sterk. Ja? Ja. Had jij een 2 gezet? Misschien wel een 1. Oud-Everlee, Leuven, KV Mechelen. Mechelen meer dan een helft met 10 gespeeld. Eén keer overwist, scorieus, dodelijk. Dus ja, een 2, maar je had eigenlijk wel een X kunnen hebben. Ja. Leedse Beerschot, dat is weer zo'n derby. Dat zit ik in kruis. Dat is kruis, dus ja. Ja, vind ik wel goed gespeeld. Westerlo, AA Gent. Ik heb de wedstrijd niet gezien, maar blijkbaar heeft zonder afbreuk te doen een prestatie van Westerlo, Gent zijn... een mindere partij gespeeld, maar als je die dan nog wint, ja, is dat mooi voor de toekomst. Cercle Racing Genk, ik had een gelijk spel voorzien, maar Cercle doet het uitstekend. Ik vind het ook heel sterk, want als ik eerlijk ben, ik had voor een zuivere 2 gegaan. En dan tenslotte hebben we Anderlecht Bergen. Ik denk dat daar ongeveer iedereen een 1 zou gezet hebben, dus ik ook. Ja, ik ook, ja. Ja. Dus, en Bergen doet het. Als je geen supporter bent van Bergen, dan heb je een 1. Dat betekent, dames en heren, dat ik er 3 op 8 goed had. Dat is heel sterk. Dus herinner jij je van de vorige seizoenen hoeveel jij er gemiddeld goed had? Gemiddeld zal ook zoiets zijn, denk ik. Als je naar boven afrondt, zal het zo'n 3 op 8 geweest zijn. Dus ik moet niet verlegen zijn? Deze week niet, maar als ik hoor dat je de week voor 1 heb, dan was het toch wel iets te weinig. Dames en heren, aan mijn rechterzijde staat Gert Wollands uit Aarschot. Hij is de man onder u die het best gepronosticeerd heeft op de tafelvoetbalwedstrijd tussen Jean Bervoets en Pieter Lorridon. Hij neemt het als beloning op tegen deze man, een van de bekendste figuren uit het Belgisch voetbal, Gunter Schepens. We staan op de velden, de oefenvelden van AA Gent. En ik denk dat die man gaat winnen. Hij zegt, ik kan er niks van. En hij is een voetballer, dus die zijn goed in cafésport. Naast mij zit Gert Wollands. Hij is een sterke pronostieker. Want vorig jaar ben jij op de hoeveelste plaats geëindigd in het seizoen? Dus het overall klassement van de Betweters? 31. Dat is heel goed, hè? En hoeveel had jij er gemiddeld goed zo? Gemiddeld 4 à 5. Club Brugge Anderlecht. Ik ga voor een gelijkspel. Racing Genk. KV Mechelen. Objectief gezien zou ik een X zetten. Wegens de zware match tegen Maccabi. Maar omdat ik redelijk fanatiek Genk supporter ben, zet ik een 1. Gent tegen Lierse. Lierse speelt toch ook wel vanuit de vrije organisatie nu. Hè? Dus 3 keer gelijk gespeeld, nog maar 1 keer verloren. Maar Gent, met de ambities die ze hebben, moeten ze sowieso thuis winnen. Dus ga ik voor een 1. Germinal Beerschot staan daar. Germinal Beerschot is eigenlijk ook, zit in een soort positieve flow. Beerschot ja, doet het voor mij ook beter dan verwacht. En staan daar. Ik denk dat ze ook tegen Helsingborg heel wat power zullen verspeeld hebben. Dus ik zie ze ook niet winnen op Beerschot. Dus ik ga ook voor een gelijkspel. Dames en heren, de stand is ondertussen 4-1 in het voordeel van Gunter Schepens. In het begin een beetje moeilijkheden had om de stugge verdediging van Gert. Maar misschien heel. Ja. Wat was eigenlijk uw beste positie? Linksbuiten, hè? Dat was eigenlijk als aanvaller plezierige plaats. Het gaat vooruit. 6-2. Dan hebben we Lokeren, Oud-Heverlee, Leuven. Lokeren, volgens mij het seizoen van vorig jaar bevestigen eigenlijk. Dus hebben we inderdaad op Sint-Truiden gewonnen, de eerste keer het seizoen. Ik denk dat ze nu er gewoon een vervolg gaan aanbreiden en opnieuw gaan winnen. Kortrijk Sint-Truiden, ja, Sint-Truiden is de rol aan het lossen.
En Kortrijk ja, is echt gewoon wat we ervan verwachten. We hebben een sterke thuisreputatie, dus een 1. Bergen tegen Zulte-Waregem. Het is eigenlijk een duel tussen twee ploegen die nog niet verloren hebben. Dus ik denk dat dat na dit weekend ook nog zo zal zijn. Ten slotte is er nog Westerlo Cercle Brugge. Ik denk dat Westerlo het toch gaat halen. En zeker met, persoonlijk vind ik, een heel sterke speler, Christian Bruls. We naderen het einde van de wedstrijd. Gunde Schepenstad na 8 minuten en 45 seconden. 9-4 voor. Maar Gert is heel tevreden dat hij er 4 heeft kunnen maken. Allee, hoor, prutje. Dank voor het spelen. De eindscore is 10-4. Wie speelt er tegen wie volgende week op deze ondertussen aardig bekende kikkerkast? We trekken naar het Kiel. Hernan Losada en Bart Goor staan tegenover elkaar. En u kan natuurlijk mee pronosticeren op de uitslagen van de wedstrijden in de voetbalcompetitie, maar ook op die tafelvoetbalontmoeting. U vindt er alles over op facebook.com/debetweters. Speel mee!